Het was niet koud, hè? Het was zeer warm. Echt een warm bad. Geweldig. Geweldig. Meestal is de eerste keer een beetje schraal en een beetje rustig, maar dit was boom. Had je al van Oosterhout Live eerder gehoord? Ja, zeker. Dat is wel echt een begrip, hè. Wel, ja, want je komt uit Tulpanenstad natuurlijk. Ja, daar ben ik geboren, ja. En ja, dat is niet zo heel veel weg, maar... Waar woon je nou dan? In Sint-Willebord. Oh, dat is ook dichtbij. Ligt ernaast, hè. Ja. Hey, dit is wel een beetje jouw jaar, hè, want grote hit gehad in 2017 nog net. Ja, zeker. Het is vanaf... Nou, eigenlijk vanaf 2015 is het lekker gaan lopen en ja, toen in 2017 mijn eerste album uitgebracht en die deed het boven verbazing, ja, dat was echt verbazingwekkend hoe goed die het deed. Hoe ziet jouw leven er nou uit? Heel anders denk ik, hè? Heel anders. Ik zat nog op school toen ik mijn eerste single maakte die lekker aansloeg in het land. Wat deed je? Ik deed opleiding Media en Entertainment Management. Oh, maar dan zit je nou ook goed. Het is precies het goede straatje. Alleen, het ging eigenlijk zo goed dat ik die opleiding een beetje aan de kant moest schuiven om te gaan zingen. En nou staat alles op het zingen dus? Ja, alles staat in het teken van zingen. En hoeveel optredens heb je nu ongeveer per jaar? Nou, we zitten nu, wat ik begreep van mijn boeker, dit jaar al op een kleine 180, nu al. Dus ja, dat is nog bijna een half jaar in het vooruitschiet. Ik denk dat we tussen de 2 en 2,500 shows gaan doen. Ik heb Henk Dissel vandaag gesproken en die zei van ik begon met 100 optredens per jaar. Ja. En jij zit al op 180 dus. Ja, bij mij ja, is ook ongeveer wel begonnen. En ja, vorig jaar was het explosief en nu is het nog explosiever dit jaar. Is het nou in de zomer ook een stuk drukker met het festivalseizoen? Ja, het is heel druk. En ook heel veel festivals die hardstyle gerelateerd zijn, die ook een Nederlandstalige tent neerzetten. Dus dat is helemaal mooi. Dan sta je eigenlijk als Nederlandstalig artiest op een hardstyle festival. Maar ja, je zou zeggen, dat hoor je eigenlijk niet thuis, maar ook zulke feestjes dat is echt top. Maar als je goed luistert, zit er ook wel een beetje dance in jouw muziek. Ah, het bouwt zich wel lekker op, de nummers inderdaad. Hou je zelf ook van dance? Ik vind het wel lekker, ja. Lekker om naar te luisteren. Ik hoor natuurlijk heel veel Nederlandstalig, hè. Iedere weekend op elk feestje, maar door de week een beetje dance of af en toe wat country vind ik ook lekker, hoor. Gewoon een beetje ter relaxing. Dus in de auto draai je hele andere muziek dan dat je vaak hoort? Ja, kijk, weet je wat het is? Ik sta nu op een Nederlandstalig evenement en ik moet zo meteen ook weer door. En ik hoor altijd een beetje dezelfde muziek, weet je wel. Dus ja, dan wil ik er tussenin even iets anders. Nou is Tino bezig, wat vind je van Tino? Tino, ja, dat is een topper, hè? Dat is zeker, topper. Jouw favoriet hier vanavond? Favoriet. Ik vind iedereen die zijn ding doet, vind ik leuk. Ik heb niet echt... Niet zo halfgebakken antwoord. Je vindt vast wel iemand waarvan je denkt, ja, die stijgt er echt bovenuit voor mij, hè? Iedereen heeft zijn favoriet. Nou, ik heb altijd wel opgekeken naar Marco Borsato. Ja, die kunnen we niet betalen. Die staat hier vandaag niet. Ik moet ook eerlijk bekennen, ik heb de poster niet helemaal grondig bekeken. Maar laat ik bij Marco Borsato houden als mijn favoriet. En ieder die zijn dingetje doet, vind ik top. Dankjewel. Dankjewel. Succes, hè? Yes.